Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. De laatste van deze week, ook de laatste richting de bekerfinale van zondag tegen Feyenoord. Ja, we zijn in Zeist waar vandaag de persconferentie plaatsvond. Beide trainers waren daarbij aanwezig. Arne Slot natuurlijk van Feyenoord, Rogier Meijer. Nou, en wat bleek? Nou, ze hebben in ieder geval groot respect voor elkaar. Arne Slot deelde ook veel complimenten uit richting Rogier Meijer. Ja, kijk, beide trainers mochten al even bij de beker staan. En daarna was het tijd voor de persconferentie dus. Ja, en al eerder hebben wij met Rogier Meijer gesproken over deze bekerfinale. Want ja, wanneer begon het nou echt bij hem een beetje te kriebelen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, zondagavond toen ik naar huis reed, dan heb je het er al over in de auto met de familie. Maar dan denk je er al wel over na. En als ik dan jullie als media zo zie, dan weet je wel dat er iets aan gaat komen. Ja, dat is een lekker gevoel. Ja, het is wat drukker als normaal. Je zegt, dan heb ik het er thuis over. Waar heb je het dan thuis al over? Nou, gewoon over de wedstrijd op zich. Als ik dan even puur kijk naar mijn familie, die kijken er heel erg naar uit. Omdat het gewoon een speciale wedstrijd is. En ik ben vorig jaar naar de bekerfinale Ajax-PSV geweest met mijn zoon. Ja, die heeft het daar nog over. Over de sfeer, wat er allemaal om het stadion heen was. Over de wedstrijd zelf, over de ontknoping met penalties. Ja, dat zijn dingen die je dan terughaalt uit andere bekerfinales. En ja, dan, daar heb je het dan met elkaar over. En niet zozeer over de inhoud van de wedstrijd. Maar hoe is dat als trainer dan nu ook? Ja, ook bijzonder. Ook bijzonder. Hè. Eerst al als je kijkt naar hoe het enorm leeft natuurlijk in Nijmegen. Als ik hier zaterdag wegrij, ja, dan staan zoveel mensen in de rij voor een bekerfinale shirtje. Ja, dat is heel speciaal. Als ik in Doetinchem loop of in de buurt met de auto, ja, dan word ik ook aangehouden over die bekerfinale of om succes te wensen of om dingen te vragen. En als trainer ben je natuurlijk bezig met het voorbereiden van deze dagen en de wedstrijd. En ja, dat is ook specialer dan normaal. Omdat ja, het is maar één wedstrijd. Een wedstrijd met landelijk belang. Hè. Als jij thuis tegen PSV speelt is er wel aandacht. Maar ja, je hebt zelf gezien niet zoveel aandacht als vandaag. Dus dat zijn zeker dingen die speciaal zijn. Ja, hier was het ook een vraag. Bas Dost, ja, hoe is het daarmee? En speelt hij nog een bepaalde rol richting de finale? Vorige week heb ik ook contact met hem gehad. En ja, weet je, dat ging niet over deze wedstrijd, dat ging over andere dingen. Maar ik heb gewoon nog regelmatig contact met hem. En ik ga nog wel een lichtje bij hem opsteken deze week. Hoe hij zijn bekerfinales die hij gespeeld heeft ervaren. En er mijn voordeel mee doen. Is er ook nog wel eens een beetje tijd zo tussendoor alles in deze week om een beetje te genieten van waar je nu staat met de NEC? Ja, ik hoop zondagavond dat... dat is moeilijk. Of moeilijk. Tuurlijk, als je naar huis rijdt, en wat ik net ook al zei aan het begin van het gesprek. Ja, weet je, soms moet je dat ook even beseffen. Hè. We waren teleurgesteld omdat we gelijk spelen tegen Zwolle. Omdat we eventjes de strijd met Ajax hebben verloren om plek 5. Had dat aan het begin van het seizoen gezegd. En ik denk dat een hoop mensen ons hadden uitgelachen. Maar dat is wel de realiteit op dit moment. En daar moeten we denk ik ook van genieten. En ik denk ook dat met name de mensen in Nijmegen en de fans ervan moeten genieten. Omdat het denk ik wel unieke momenten zijn. En dan een belangrijke vraag. Is iedereen weer fit? Nou, de trainer gaf het antwoord. Ja, iedereen is weer fit dus. Dus ook Bart van Rooij zal bij de selectie zitten zondag. Ja, voor Rogier is het gezin dus belangrijk. Zijn ook vaak bij de wedstrijden aanwezig. Hij kijkt altijd eventjes omhoog de tribune op naar de wedstrijd. En hoe gaat het dan aan die keukentafel? Want ja, als Feyenoord dan overal als favoriet wordt neergezet. Nou, die refereert wel een beetje aan de wedstrijden die we al gespeeld hebben. En wat we al hebben laten zien dit seizoen. Dat wij een gekke ploeg zijn en altijd wel iets kunnen brengen in dat soort wedstrijden. Dus die spreekt wel een beetje vertrouwen. Doet je goed dan? Ja, tuurlijk. Ja. Dan kan ik echt genieten eigenlijk wel. Dat is wel een mooi moment als je dan hoort van... Maar jullie hebben ook een goede ploeg en jullie laten ook goede dingen zien. En die is misschien wel beter dan die spelen van Feyenoord. Ja, dat is wel mooi om te horen. En dan is er weer tijd om terug te gaan in het verleden. Een finale die NEC al eerder heeft gespeeld. En we zijn dit keer beland bij het jaar 2000. Nick Rokers. Ja, Anton. De bekerfinale. Jij hebt er eentje gespeeld als speler. En heeft je bijna gehaald als trainer. Die tegen PEC Zwolle, halve finale 2-1. Doet het nog pijn? Ja. Dat jaar deed er wel meer pijn. Ja, dat was een lastig jaar. Nee, ja, zeker. Dan ben je zo dichtbij in die halve finale. En uiteindelijk red je het dan niet. Net niet. Ja. Ja, dat is jammer natuurlijk. Ja. Als speler heb je hem wel gespeeld met NEC. Ja, ook met PSV. Heb je in de bekerfinale heb je hem gewonnen, zelfs de beker. Bij NEC in 2000,
Wat was dat voor jaar voor NEC? Nou, dat is een hele goede vraag. Dan moet ik even nakijken. Ja. Maar was het logisch dat seizoen dat NEC de bekerfinale bereikte? Nou ja, logisch. Eigenlijk niet logisch. Nee. Ja, als je ziet hoeveel keer NEC de bekerfinale heeft gespeeld. Ja, toch 4 keer tot nu toe. En dit wordt de 5e keer. Ja. Dus dat is goed. Ja. Alleen, ja, het wel met tussenpozen van vele jaren. Dus het is niet logisch. Maar het was wel een heel mooi toetje op toch al ook wel een moeilijk jaar. Ja, want NEC werd het jaar 15e. Wat ik me van die finale... ik kan het niet herinneren, want ik was zelf niet bij. Ja. Maar de verhalen die ik heb gehoord... Het was koud, het was nat en het was een slechte wedstrijd. Je begint al te lachen. Fantastisch, hè? En was het ook zo? Ja, het was koud en nat, dat klopt. Ja. En de slechte wedstrijd, ja. Roda scoorde eigenlijk vrij snel. En wij konden in die wedstrijd, hebben wij wel een paar kantjes gehad. Maar we waren niet in staat om echt heel veel druk te ontwikkelen. En, we kregen eigenlijk geen grip op Roda. Ja, uiteindelijk... maakten ze dan nog de 2-0 vlak voor tijd, dacht ik. Ja, en dan is... Kijk, zo'n wedstrijd, zo'n bekerfinale is natuurlijk fantastisch. Maar ook vooral in de loop van daarnaartoe. Ja. Dat het leeft en je hoopt. Ja, hij had toen nog BNN. Ja, BNN. Zorgde voor heel veel aandacht. Ja, Parten, die natuurlijk altijd heel erg leuk deed. Maar dan krijg je zo'n hele hoop en je droomt van winst in de finale. Uiteindelijk ja, koud, nat en verlies, dat is dan wel een enorme domper. Ja, dus dat wordt een echte clash? Ja, dat hoop je natuurlijk wel. Ja. Hoop je natuurlijk op een hele mooie wedstrijd. En je hoopt ook dat NEC in hele goede doen is. Ja. En dat Feyenoord misschien in iets mindere doen is. Misschien wel door NEC. Ja, de wedstrijd tegen PSV onlangs, ja, dat... Dat is dan al alvast. Dat was wel een hele fijne, denk ik. Ja, zeker. Maar goed, rustig is natuurlijk weinig van te zeggen. Het heeft te maken met de vorm van de dag. Na 4 keer verlies wordt het toch hoog tijd dat we keer winnen. Ja, mooie verhalen zijn het allemaal. En die zijn nog terug te vinden op ons YouTube-kanaal. Dankjewel, Nick Rokers. Ja, en morgen, zaterdag, tussen 12 en 6, de rood-groen-zwart top 50. Om al lekker vast in de stemming te komen voor die bekerfinale. Schakel in, luister de hele dag mee. De favoriete NEC-liedjes waar jullie op gestemd hebben, die komen dan voorbij. En zondag natuurlijk de voorbeschouwing. We gaan de hele dag voorbeschouwen op die wedstrijd. We zijn er live bij, je hoeft niks te missen. We gaan mee in de bus. We zijn op het fanplein erbij. Dus blijf dan vooral kijken naar RN7. Ja, en dan de volgende NEC-update. Dan weten we of we hem wel of niet hebben gewonnen. Heel veel plezier, heel veel succes voor zondag allemaal. En er is één iemand die natuurlijk deze uitzending moet afsluiten. Good old Henny C. Tot de volgende. Henny C, kom maar extra terug voor de beker. Hennie! Kijk mee, ver, ik ben naar de Kuip. Kijk mee, rijden naar de Kuip. Ik ga mee. Met alle gekkenheid op een stokkie, ik ga mooi met de boot voor een tochie. Het is jammer dat Bas Nijhuis niet fluit, want dat is wel een goede fluiter. Hij had nog op het conservatorium gezeten. Wat verwacht werd, is nu zeker, we winnen de beker. Ik zit de hele tijd tegen geel zwart op de kieken, moet dat nou per se? Daar ben ik niet blij mee. Ik breng er bijna mijn nek over de woord. Zondag gaat het gebeuren, hè? Dat pakken we ze. We zullen erop kletsen. Je zult wat beleven daar in die Kuip. Dan ga ik er vast in de Kuip staan. En zondag gaat het gebeuren, hè? Dan komen wij met die beker naar huis toe en hem wegen. We zullen die Rotterdammers jaloers zien op ons. Toen wij uit Rotterdam vertrokken wij uit Rotterdam. Maar deze keer met een beker. Oh, wat genieten wij ervan. NEC! Pak je de beker! Tot de volgende. Handshake!